Mevrouw, wat doet u hier voor werk precies? Ik repareer blaasinstrumenten. Oké, en waar bent u nu mee bezig? Ik ben nu een saxofoon aan het doen, een altsaxofoon. Dat is niet de allergrootste, maar een kleinere. En die moet alles nieuw, alle kussentjes die de kleppen afdekken, de gaten afdekken, die waren versleten. En die ga ik nu vernieuwen. Welke opleidingen heeft u allemaal gevolgd om dit beroep te doen? Nou, ik ben begonnen met conservatorium. Heb ik kleine ten saxofoon gestudeerd. En toen ik in dienst kwam aan mijn baas, heb ik van hem heel veel geleerd. En hij had het weer van zijn vader geleerd. En toen ben ik ook naar Parijs geweest, naar de klarinettenfabriek. De grootste klarinettenfabriek toch wel van de wereld, Buffet Crampon. Daar heb ik een tijdje gewerkt. En ik ben naar Parijs geweest om naar de, vind ik zelf, de mooiste saxofoonsfabriek van de wereld. Die zit toevallig ook in Parijs. Bij Selmer ben ik geweest. En ik ben nog in Limburg, daar zit een hele goede trompet- en bugelbouwer. Daar ben ik geweest om verder te leren over koperinstrumenten. Ik ga nu een bugel uit elkaar halen. Dit is een bugel, het lijkt een beetje op een trompet. En anders dan een saxofoon is dat de koperinstrumenten vaak, heel vaak schoongemaakt moeten worden. Het is heel vies. En dat gaat in bad dan een tijdje. Ook dit is het mondstuk, daar blaas je op. Nou, de mensen hebben een broodje gegeten en dan spugen ze in hun instrument. Dus dat moet allemaal op een gegeven moment schoongemaakt worden. Heeft u wel eens iets voor beroemde muzikanten gerepareerd? Ja. En wie zoals? Nou, toevallig was vorige week was Han Bennink hier. Dat zeg je nu misschien niks, maar dat is een hele beroemde muzikant. En die kwam zijn instrumenten laten repareren. Maar ik heb ook wel mensen van het Metropoolorkest. Dat is ook een heel bekend orkest in Nederland. En die hebben soms ook wel een instrument dat het niet goed doet. Ik heb ook vrij veel mensen van het conservatorium in Amsterdam. Dus die doe ik ook wel. Maar ik heb ook wel heel veel amateurs, zoals dat heet. Wat zit er in het bad eigenlijk? Zwavelzuur. Zwavel en zuur. En... Ja, maar het is zeg maar 250 liter water en dan 1 liter zwavelzuur. Het is niet helemaal spectaculair. Ik heb het in een mandje. Ik probeer zo min mogelijk met mijn handen erin te komen. Dat kan wel. Je bent niet meteen je arm kwijt of zo. Kijk, een heel stuk moet in. Zo, dat hang ik erin. En dan deze. Even een haak. De lucht eruit. That's it. En dan doe ik de deksel erop. Want dat zuur dat blijft natuurlijk een beetje verdampen. En als ik hem open zou houden, dan is straks de kraan weg en het stopcontact en alles is toch een beetje aan het vergaan. Dus daarom heb ik de deksel erop. Een beetje een giftig goedje. Ja, het verdampt toch? Maar ja, 1 liter op 250, het is wel heel sterk zwavelzuur. Dat is niet heel erg. Ik kan zo mijn hand erin stoppen zonder dat er wat van mijn vingers af moet. En als er heel veel in zou zitten, laten we zeggen 3 liter zwavelzuur. Dat gaat ook nog wel. Maar als je hier je vinger in stopt, dan krijg je wel ernstige brandwonden. Dat wel. En wat zit erop? Stof. Ik dacht al zacht. Nee, dat is stof. Ik krijg het een beetje op. Ik doe nog 40 minuten erin. Zo. Wat zo leuk is aan klarinet. Het is een magisch instrument, vind ik. Want het past in zo'n koffertje. Het kan heel laag en heel hoog. Dat vind ik wel... wel bijzonder. Even in elkaar zetten. Ik ben Jayant. Ik ben Jamie. En bedankt dat jullie hebben gekeken naar ons interview. Doei!